Yo mensen en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de single rail coaster van Walibi Holland. Want de bouw is volop gestart en sinds kort weten we dus hoe de achtbaan zal heten. Dus daarover deze video meer. Dus ik zou zeggen, let's go! Eerder dit jaar was het park al begonnen met de funderingen te leggen van de nieuwe achtbaan die volgend jaar moet opengaan. Deze dubbele single rail coaster wordt de eerste single rail coaster van RMC in Europa. Eerder dit jaar heeft Walibi Rhône in Frankrijk ook al zo'nzelfde type achtbaan gebouwd. Alleen die is gebouwd door Intamin. Maar Walibi Holland bouwt dus twee RMC single rail coasters, waarvan één extreem zal zijn met inversies. En de andere zal een familieachtbaan zijn. In juli waren er ook meerdere onderdelen gearriveerd, waaronder de eerste steunpilaren. Beide achtbanen zullen een andere kleur krijgen. De ene baan zal blauw zijn en de andere zal groen zijn. Begin augustus waren de baandelen in Walibi Holland aangekomen. We zagen dus de groene en de blauwe track op de bouwplaats liggen. Dan werd er gezegd dat 8 maanden later de achtbaan zal moeten af zijn. De eerste steunpilaren werden geplaatst. Ze waren ook al begonnen met het stationsgebouw. Ongeveer een maand later kregen we foto's te zien van hoe de bouw van start is gegaan. Steunpilaren en trackdelen gingen de lucht in. En eens de bouw van start is gegaan, is het heel snel vooruit gegaan. Nog deze maand zagen we echt een hoop track dat al op zijn plek stond. Zowel de groene als de blauwe baan. De groene baan zal tevens de extreme zijn die over kop gaat. En de blauwe baan zal voor de families zijn. Tezamen rijden ze door elkaar heen. De treinen van beide banen zullen tegelijkertijd vertrekken en tegelijkertijd aankomen. Tijdens de rit kunnen passagiers van beide treinen elkaar bijna aanraken. Ook dronebeelden gaven ons een duidelijk beeld over het bouwterrein. De achtbaan staat er heel mooi gebouwd tussen allemaal andere grote achtbanen zoals Express, Condor en Goliath. En eerder deze week werd dan de naam van de achtbaan bekendgemaakt. De naam zal zijn YOY. Maar we moeten het uitspreken als het Engelse woord joy, dat blijdschap betekent. De twee Y's moeten allebei een baan symboliseren. En de slogan luidt Ride the Other Side. Walibi was op zoek naar een krachtige, unieke term die goed uit te spreken is. De groene baan zal maar liefst 6 keer over kop gaan en zal een topsnelheid krijgen van 82 km per uur en een hoogte van 30 meter. Een van de elementen van de groene baan wordt een zogeheten Top Gun inversion. Verder belooft RMC een racing modus en duellerende manoeuvres. Joy is niet alleen de eerste single rail coaster van RMC in Europa, maar het is ook Europa's hoogste, snelste en steilste raceachtbaan. De opening zal naar verwachting plaatsvinden op 5 april 2025. Helaas hebben we een jaar langer moeten wachten op deze achtbaan. Normaal had die al moeten open zijn dit jaar. Maar oké, we moesten een jaar langer wachten. Maar de twee achtbanen zien er allebei indrukwekkend uit. En ik ben vooral excited naar de groene baan. En dit was de video voor vandaag. Like als het leuk was. Abonneer op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, tot een volgende keer op Brave Rides. En ciao.